Goedemiddag. We staan hier in het MFC in Bergen de Maas. Waar dit weekend gaat heel speciaals staat te gebeuren. Dit weekend viert de Koninklijke Harmonie van Sint-Jozef in Berg, namelijk haar 110-jarig bestaansrecht. En dat is nogal gaat, 110-jarig bestaan. Ik noem me heel even met naar het jaar 1911. Want toen worden de eerste plannen gesmeed om een harmonie gewoon op te richten. Na een aantal vergaderingen wordt het dan eindelijk zover. De kogel wordt door de kerk. In 1912 wordt de harmonie Sint-Jozef uit Bergen de Maas opgericht. In 110 jaar is er veel gebeurd. De harmonie heeft veel hoogtepunten gehad. Zoals landskampioen zijn ze een keer geweest. Ze zijn het eerste geuniformde korps geweest wat hier in de regio rondtrok. De harmonie was ook het eerste korps dat een majorette showgroep erbij had. De harmonie was eigenlijk altijd wel vooruitstrevend en op zoek naar het nuts. Zo ook met dit jubileumfeest. Zometeen vinden er een aantal workshops plaats voor leden van de harmonie. Daar krijg je zometeen nog wat meer over te zien. Vanavond is er een jubileumconcert voor groot en klein en ook gespeeld door groot en klein. De jeugdharmonie zal optreden, het slagwerkensemble zal optreden en de harmonie zelf zal optreden. Met allerhande verschillende muziekkeuzes. Zo werd er vanavond weer de straatmarsen gespeeld, er werden liederen uit musicals gespeeld. Popmuziek komt langs, dus eigenlijk is er voor ieder wat wels. Morgen gaan de festiviteiten weer gewoon weer. Rond 10:30 is er een rondgang door het dorp met de jubilarissen. We hebben maar liefst 13 jubilarissen bij dit prachtige korps. Na de rondgang komen een trucje in het MFC. Er werden de jubilarissen gehuldigd. Er werden nieuwe ereleden benoemd. Er wordt daarna feestelijk een lunch samen genuttigd. Daarna is er gelegenheid voor vrienden en bekenden om te komen feliciteren. En dan wordt de dag en de vroege avond feestelijk afgesloten. Dit was eigenlijk heel in een notendop hoe het jubileumweekend van Harmonie Sint-Jozef eruit komt te zien. En we hebben er in elk geval veel zin in. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Mark Stoffels, bestuurslid bij Koninklijke Harmonie Sint-Jozef, Bergen aan de Maas. Zoals gezegd, ik sta hier even mijn eigen truit. We gaan zo meteen beginnen met de workshops. We hebben een zestal workshops voorbereid voor onze leden. Waarin weer de leden, jeugdleden en alle deelnemers proberen met zeer kundige docenten een stukje instrumentbeheersing onder andere bij te brengen. Het is misschien leuk om even een klein introductierondje te doen. Niet iedereen hier kent mij, dus gelukkig ook weer een nieuwe generatie. Maar er zitten toch wel bekenden bij, dat is leuk. Ik doe het bewust even Nederlands. Mijn naam is Mick Gravé, ik kom uit Bergen aan de Maas. Ik heb hier dik 20 jaar gewoond. Mijn ouders zitten daar verspreid. Misschien dat jullie mijn vader Ed Gravé ook al kennen. Ik ben daarna naar Geleen verhuisd, daar woon ik nog steeds, dus dat is eigenlijk ook nog maar om de hoek. Hè. En ik heb heel veel verschillende dingen gedaan op muzikaal vlak. Vroeger ging ik met het fietsje vanuit Berg naar de muziekschool in Geleen en in Beek, een beetje afgewisseld. Eerst werd ik altijd gebracht, daarna lekker op de fiets. Daarna ben ik naar het conservatorium in Maastricht gegaan. Toen ging ik met de bus van Berg naar treinstation Sittard. En dan met de Intercity naar Maastricht heb ik lekker op het conservatorium gestudeerd. En eigenlijk vanaf 2007, ik heb de opleiding niet afgemaakt, ik heb al heel snel mijn eigen plan getrokken, ben ik drumlessen gaan geven in muziekschool Roermond en in Geleen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds, maar wel steeds minder. Ik had in het begin 60 leerlingen iedere week en dat vond ik fantastisch, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar ja, je wordt als drummer natuurlijk steeds, als het goed gaat, steeds bekender. Dus ik ben ook veel meer optredens gaan verzorgen. Ja, dat was niet meer te combineren. Dus ik heb de lessen gehalveerd en ik combineer het met heel veel optredens en clinics. De merken die hier staan, daar mag ik ook af en toe demonstraties of clinics voor geven. Dus vind ik ook super leuk om te doen. Je zou me gezien kunnen hebben
soms op tv met verschillende artiesten. Ik heb met een aantal vrienden van mij een begeleidingsband, waarmee we verschillende bekende Nederlanders al begeleid hebben in de theaters en op tv en in een clubtour. Dus dat was ook heel tof om te doen. Ik speel ook nog, en dat is nou een beetje een gevoelige naam in deze tijd, bij de band De Corona's. Ja. Dat is een hele bekende coverband die als concept hebben dat we verzoekjes spelen die het publiek aan ons vraagt. Dus dat is een heel interessant concept, omdat je dus niet altijd weet wat men wil dat je gaat spelen. Dus dat houdt het altijd scherp en interessant, waardoor het nooit saai wordt. En sinds mei dit jaar speel ik ook nog, en die zouden jullie ook van tv kunnen kennen, bij Queen Must Go On. Die hebben het programma op SBS6 gewonnen van de beste tribute band. Dus wat we even gaan oefenen, als we uitgaan van dit tempo, gaan we even allemaal proberen. Maar ik hoor nog een paar kleine verschillen en dat kunnen we waarschijnlijk al tackelen met de handsetting. En de handsetting is heel erg belangrijk als je noten speelt. Wat moet nou op rechts, wat moet op links? Dus dit simpele patroontje aanvankelijk zou je denken, speel je met rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dus... in de huid te kruipen van een drummer. Mogen jullie allemaal, wie is hier links? Want voor jullie geldt wat ik net zei precies andersom. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Maar voor de linkshandigen mogen jullie jullie linkervoet op iedere kwartnoot meetikken en voor de rechtshandige de rechtervoet. Dus... probeer dat maar gewoon eens. Eentje de... We zijn bezig met het voorbereiden van een concert in samenwerking met het jeugdorkest. Dat betekent dat deze mannen en vrouw dit gewoon versterken vanavond. Er werden twee stukjes uitgevoerd. Eén heet African Spirit en het andere is een compilatie van een drietal Coldplay stukken. Daarnaast wil ik ook nog het aandacht schenken aan speelmanier 2, 3 en... Stad, Portato. Denk eens overal in een streep en het mag ook in de box zijn. Ta di da di da di da di da. Dus dat deed de jeugd. Dat tijdje zal de basfront het puntiger moeten spelen en dat heb je volgens mij al gedaan. Vooral die to da ta to ta to da ta ta ta. Let even op dat eerste ritme. Dus achtste punt, zestiende. En dan kun je niks noemen, dan is het altijd een beetje vervelende figuur. Toe, da, ta, to, ta, toe, da, ta, to, ta. Doe dat eens even. Vanaf A
Dus dat is alleen maar stem 4. 1, 2, 3, 4. Oppassen. Dan is het in de trombone die tweede noot, die komt te vroeg. Hier speelt Bino. Dat is het. Stel dat er een noot achter staat, dan is het En die staat er dus niet. Nog het nog eens. 1, 2, 3, 4. Ja, dan mag je niet te makkelijk met omspringen, vind je. Het moet een beetje in de stijl zijn. Als het al lichte muziek is, is heel erg belangrijk om ook een beetje in de stijl te blijven. Nog één keer. 2, 3, 4. Ja, oppassen. Ik wil dit vervelend doen, maar er zit nog steeds een heel klein beetje te vroeg met de tweede noot. Dus het zijn 3/16e. Houd het eens even in de gaten. Jij begint even de derde stem. En dat je dadelijk dus vanaf, je begint op maart 17, hè, dat je een beetje portato speelt. Denk in een voortreuver of speel alles met een 2, 3, 4. Nee, dat hoeft niet. Toch mag meteen aan. 1, 2, 3 en. Met zo en. Wennig dat aan, als je dat nog niet gewend bent, altijd schrijven, anders heb het geen zin, dan moet ik het straks weer zeggen. En dat is, dan zeg je, dan zeg je maar hetzelfde, hè. Dan ben ik het zo, hè. 1, 2, 3, en... Kind is nog eens spelen. Ik zou dit niet sterk spelen, maar zou wat langer doen gewoon zal spelen. Nou, zo meer gaat hij, hè? 27. 1, 2, 3, 4.
bassen, waar we ook echt onderling heel erg onzuiver in de diverse stemmen ook nog. Dan in de trompetten, je moet wat tellen. Je doet een beetje letten. Ja, hoe lang duurt die, hè? Maar we zitten eigenlijk maar eens met twee tellen. Weg met die zakken. Dus twee tellen, weg. Heb je een kwartrus en een amsterdus. Dan geef je nog 27. Hè. De lange noten, die wisselen, kijk een beetje slap van zo lang. Ik ging heel, heel passief, maar eigenlijk exact op die één wisselen. Nou, maar zo, dat lukt. 27. 1, 2, 3, 4. Is die wisseling te langzaam? Tidi. Nou, 27 nog hier, hè? 27. Maar eigenlijk een dikke shadow. Een lange noot is eigenlijk altijd terug. Wespen allemaal dat lukje wel. Wat is het mens met dat lukje wel? Als je mijn boor bespeelt, probeer een beetje naar onder te denken. Hoe speel je naar boven? Maar als ik een stroompraatje bied te pakken, merk ik ook dat die noot ontzettend omhoog schiet qua stem. Dus je speelt een hoge sol toe. Dan maak je wel crescendo. Dat is dat hij hier meer kracht zit. Hè. Maar maak wel crescendo. Maar speel naar boven, maar ding is eronder. Dat geeft namelijk. Probeer eens. Wat moet je nog proberen? 3, 4, 1. Ja, maar dan, de lange noot, de crescendo. Okay. Dus de lange noot zit in die gezellig op die lange noot, ja? En nu, bam, die gezellig. Dank je wel. Zo, 1, 2, 3, 4, en. Maar die noot nog niet gebonden, hè? Dus pak hem samen op. Wat is dat? Op de dubbele streep van vuur. Dat is maat 34, hè? Dus maat 34. Mooie mensen op ja, hè? 1, 2, 3, 4. Maar als ik dat nu zo opneem met de voet, dan kun je even het bijvoorbeeld dat naar op de grond. Je voet raakt niet op hetzelfde moment de grond. En dat gaat.